Ja, natuurlijk Frissie hier weer en vandaag weer een nieuwe top 5 hier op mijn kanaal. Vandaag, ja, vorige keer heb ik in ieder geval met jullie gehad over de, ja, over mijn top 5 qua mappen in, op, tenminste op Black Ops 2. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de mappen op Modern Warfare 3. En je kan meteen achterlaten welke top 5, welke Call of Duty in ieder geval qua mappen ik volgende keer moet behandelen. Ik kan je meteen even achterlaten natuurlijk, hartstikke leuk! En vorige keer hebben wij de 165 likes gehaald, maar liefst op die top 5. Hartstikke fijn, hartstikke top natuurlijk. Daar wil ik iedereen voor bedanken natuurlijk. Laten we in ieder geval gewoon lekker de 165 likes weer halen. Dan ben ik al helemaal blij natuurlijk. Helaas moet ik dat blij zijn weer tegenwoordig, maar oké, 125 likes. En dan komt er weer volgende week weer een nieuwe in ieder geval online. Ja, Modern Warfare 3. Natuurlijk, dat is persoonlijk gezien ja, mijn favoriete Call of Duty. En dat heeft er gewoon mee te maken natuurlijk. Nou, in ieder geval natuurlijk dat ik daar mee begonnen ben en zo. En ik vind het ook echt super leuk om mobs te halen daarop. Al is het soms af en toe een mindere mob, zou ik zo zeggen. Hè, wat jullie bij Nerds hebben gezien. Maar ik heb natuurlijk ook wel goede mobs gehaald natuurlijk. Het is niet altijd allemaal slecht, ja toch? We gaan in ieder geval naar mijn plek nummer 5. Op de vijfde plek staat de map Hardhead. En Hardhead is een map waar ik op een of andere manier vind ik het gewoon leuk om te spelen. Het zit natuurlijk wel in de regular playlist, hè, dus je moet wel 6 tegen 6 spelen. Maar ook op Free For All bijvoorbeeld of op andere game modes is de map gewoon heel erg leuk speelbaar. Het enige wat je daar hebt is vaak dat mensen daar tegenwoordig in ieder geval Tactical Insurgency in het midden daar gebruiken. Daar gaan campen, zeg maar. En ook die tunnel. Dat is het enige wat ik minpuntje heb qua map en zo. Verder is het wel eigenlijk een hele simpele map. Hè? Je kan er helemaal rondom lopen. En ja, je hebt dan het middengedeelte. En je kan gewoon via elke kant. Je kan via drie kanten kan je gewoon naar het midden toe. Eigenlijk is het niet zo'n heel erg moeilijk map qua indeling, zeg maar. Het speelt zich af in ieder geval op een construction site, zoals we dat noemen. Hè? De gebouw is onder construction. En nou, ik vind het in ieder geval echt een super toffe map. Op plek nummer 4 staat de map Underground. En Underground is een map ook waar ik gewoon heel veel goede ervaringen heb. Veel mobs heb gehaald. Oké, een beetje headlitten soms. Maar de map Underground is eigenlijk ook wel fantastisch. Ook perfect qua spawns. Al speel je op Free For All, speel je op Team Deathmatch. Al speel je op Regular Domination of Ground War Domination. De map is eigenlijk altijd wel speelbaar. Je hebt bovengedeelte, zeg maar, hè. Waar, ik weet niet, is dat Cap A? Voor mij is het Cap A. Als we in Domination gaan praten, dan is dat Cap A. En ja, je hebt natuurlijk de zijkant Cap B. En de andere kant is Cap C. Contra aan A, zeg maar. Dat zijn de twee spawns. Dit zijn in ieder geval de twee spawns. En de rest, ja, kan je nog spawnen op een plek. Ja, ligt eraan waar je staat, natuurlijk gepositioneerd. Maar het zijn redelijk simpele spawns. De map Underground, ja, in het midden heb je treinwagons. Nou, dat wordt eigenlijk zou je denken van, nou, dat zijn plekken waar veel gekend wordt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo waar. Je hebt een tunnel aan de voorkant. En als je eigenlijk gewoon goede looproutes daar hebt, dan kan je daar echt fucking vette goede gameplay halen. Echt veel kills maken. En ja, ook weer een hele simpele map eigenlijk. Hè? Je hebt eigenlijk ook weer drie wegen, zeg maar, van de ene kant naar de andere kant. En dat maakt gewoon een heerlijke map. Op plek nummer 3. Map Dome. En misschien voor sommige mensen is dat misschien een verrassing. Voor sommige mensen ook niet. Dome, ik klaag er ook wel eens over, weet je. Het is, soms is het een beetje te, ja, te chaotisch, zeg maar. Ligt aan hoe er gespeeld wordt, zeg maar. Maar ja, in principe kun je enorm veel kills maken. Het is natuurlijk een hele kleine, nou, tenminste, het is volgens mij de kleinste map in MW3, hè. De reguliere mappen dan, hè. Want daar praten we natuurlijk hier over. Maar Dome, ja, is gewoon een map waar je heel veel kills kan pakken. Het enige nadeel wat ik vind is dat je op de dome zelf kan staan. En ja, daar worden vaak, er staan daar snipers of zo. In ieder geval campers en zo. Ja, dome. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een heerlijke chaotische map. En daarom is het gewoon mijn plek nummer 3. Daarom is het ook niet plek nummer 1. Ook niet plek nummer 5. Ik vind het er net een beetje tussenin zitten, zeg maar. Op plek nummer 2 staat de map
bootleg. En sommige mensen denken van, oh my god, die map is toch fucking grauw en zo. En weet je, het is fucking irritant als je bij B staat. En je kan gesponsord worden van de ene kant naar de andere kant. Hè. Ik praat dan weer in reguliere, in reguliere en ground war domination termen, zeg maar. En natuurlijk, je kan er gesponsord worden. Maar, oh, wat kan je heel veel kills oppakken als je in het midden blijft in het middengedeelte heb je zeg maar trap naar boven. En daaronder kan je dus via een soort van T-splitsing kan je daar heel veel kills op pakken heen en weer. Want ze spawnen eigenlijk aan twee kanten. En als je het goed kan controleren. Ik heb Erik daar gezien. Erik die pakt daar makkelijk. Erik is natuurlijk een hele goede gamer natuurlijk. Maar die pakt daar makkelijk 80 kills op en zo. En voor mij is het ook een map waar je heel makkelijk ook een dubbel moab kan halen. Dan heb ik niet zoals een map zoals Terminal, want dat tel ik niet mee. Terminal is trouwens ook een DLC map. Ik denk dat je gewoon er heel veel kills op kan pakken. Je hebt wel echt enorm veel looproutes op bootleg. Want je hebt er, zeg maar aan de buitenkant heb je er één, hè, zeg maar. Hè, dus dat zijn er twee. Dan heb je aan de andere kant Contra aan de buitenkant twee. Dat zijn er al vier. Je kan door het midden heen. Dat is nummer vijf. Je kan kruislinks aan de andere kant doorheen. Dat is nummer zes. En je kan ook nog zeg maar een steeg bij de C-cap dan, hè. Dan, ik weet niet of jullie dat weten uit je hoofd natuurlijk, maar de C-cap, dat is zeg maar naast de trap heb je nog een looproute en de andere kant ook. Dus je hebt echt iets van 6, 7 looproutes. Wat het best wel raar maakt natuurlijk, dat je gewoon daar heel veel kills kan oppakken, omdat het gewoon, het is gewoon een hele goede uitgedachte map. Het enige wat mensen zeggen ook daarover is dat het een beetje grauw is en zo. Ja, ik vind het echt niet. Een hele leuke map om ook uitstralend, zeg maar. Ja, dat klinkt misschien stom, maar je hebt al. Ja, soms heb je wel eens op een map dat je denkt van, ah, die ziet er, daar ga je niet altijd goed op, zeg maar. Maar die ziet er wel lekker makkelijk uit, snap je? Dat je qua kleuren, qua dingen, alles erop en aan. Daarom is bootleg toch echt wel mijn nummer 2. En dan hebben we op plek nummer 1. Jawel. Niet verrassend, maar dat is Arcaden. En Arcaden kun je zowel regular als ground war perfect spelen. Je hebt daar zoveel kills kun je oppakken als je echt de perfecte looproute maakt. En wat raar is op Arcaden, je kan niet in je eentje veel kills pakken. Zoals heel veel op heel veel mappen is. Hè. Dan gaat bijvoorbeeld als je een team van 6 hebt of een team van 9, dan gaan er misschien maar 1 of 2 gaan er heel erg goed. Op Arcaden kan je eigenlijk allemaal goed gaan. Als je het goed controleert, zeg maar, de map. Wat echt belangrijk is op Arcaden, is om het middengedeelte te domineren. Dat is het middengedeelte naar de trap. Je kan dan beneden langs, ja, eigenlijk overal naartoe. Arcaden heeft ook simpele looproutes, eigenlijk aan de buitenkant 2, 1 in het midden. En je kan nog dan beneden langs via de trap naar beneden en dan ook nog via helemaal naar achteren lopen. Eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. En spons ook niet eigenlijk. Het is altijd aanraadbaar als jij op Arcaden speelt. Om in ieder geval, zou ik zo zeggen. Ik weet niet of is dat A. Dat, voor mij is dat A. Om de A-kant te houden. Heel vaak gebeurt het wel eens nu. Hè, nu de game wat ouder wordt. Dat ze jou gaan proberen vast te zetten. Vanaf de A-kant met tactical insurgents. Naar de ene kant toe, met snipers natuurlijk. En dan is de map echt heel erg moeilijk speelbaar. En dan kom je ook niet zo heel erg makkelijk, zeg maar, weer aan de andere kant. Omdat als er iemand helemaal, zeg maar, aan de beginkant gaat staan, hè, waar je spawn dan, als je aan de A-kant begint, ja, dan gaat die spons gaan niet draaien. En dan is het echt wel een hele moeilijke map om eruit te komen. Maar als je gewoon in een team bent en zo, kan je eigenlijk daar niet slecht op gaan. Zullen mensen afvragen waar is resistance en zo? En waar interchange zo zijn ook echt fantastische mappen. Maar ik denk dat je daar nog iets meer nadeeltjes hebt op die mappen. Dan op deze 5, zeg maar. Hè. Je hebt natuurlijk altijd wel een nadeeltje op een map en zo. Maar op het algemeen zijn dit echt. Dit is gewoon mijn top 5 waarvan Arcaden ook wel dan de beste is. Moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop in ieder geval van jullie een top 5 te horen natuurlijk. Laat het even achter bij de comments. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. En dankjewel voor het kijken. Tot de volgende week. Tot de volgende keer. En bye bye.